Waarom mag je de Holocaust wel ontkennen? Vanuit La Gare 27 in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dames en heren, ik wil jullie graag een lastige kwestie voorleggen. Er zijn namelijk mensen in de wereld die beweren dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden. En dat de concentratiekampen een uitvindsel zijn van de Joden en dat de hele troep onderdeel uitmaakt van een groot Joods complot. Wat moeten we met zo'n lui? Moeten we die mensen in de gevangenis steken? Moeten we die beboeten? Moeten we hun publicaties censureren? Of moeten we die net omgekeerd uitnodigen voor een televisieprogramma om met hen in discussie te gaan? Denk daar eens over na. Ondertussen presenteer ik een tweede kwestie. U weet dat er nogal wat moslims zijn die van mening zijn dat u hun profeet Mohammed niet mag afbeelden. Nochtans zijn er mensen, meestal geen moslims, die die profeet wel afbeelden. En niet zomaar, maar daar ook gebruik van maken in spotprenten en karikaturen en cartoons. Nu, daar zijn al doden doorgevallen, hè, want die moslims die voelen zich gekwetst. Sommige mensen komen in opstand. En je zou dus kunnen argumenteren, zou het niet beter zijn dat we dergelijke provocaties verbieden? Het zou dan niet het samenleven wat aangenamer maken. Zijn er mensen in de zaal die Mohammed cartoons zouden verbieden, juridisch? Niemand, ja. Ik had het gedacht. De meesten denken waarschijnlijk die moslims en die gelovigen die moeten niet te veel kasplantje zijn en een open samenleving moet je tegen een stootje kunnen. Ik geef je gelijk. Maar je had misschien toch een beetje anders gereageerd mocht ik een chockerende cartoon getoond hebben van Anne Frank. U hebt het begrepen, dames en heren. Ik wil het vandaag met u hebben over de vrijheid van meningsuiting. En ik kan alvast verklappen dat het in België toegestaan is om met religie te spotten, spotprenten te maken, Mohammed af te beelden, maar het is verboden om de Holocaust te minimaliseren of te ontkennen. Daar staat zelfs op papier een gevangenisstraf op. Nu, ik weet niet of u het aan mij kunt zien, maar ik ben een filosoof. En een filosoof die neemt de ruimte om wat dieper na te denken dan politici en juristen bijvoorbeeld. En dus kunnen we even nadenken ook over de juistheid van die wet. Nu, er is sowieso iets bijzonders aan die wet, in die zin dat die wet enkel het ontkennen van de Holocaust verbiedt. Maar als jij de genocide op de Armeniërs door de Jonge Turken, door het Ottomaanse Rijk, begin 20e eeuw, ontkent, of je doet wat schamper over de genocide in Rwanda in 1994, dan kom je daarmee weg. Mijn filosofische kleine teen zegt dat daar iets niet pluis is. Maar ik laat deze kwestie rusten. Ik wil het vooral hebben over de vrijheid van meningsuiting en of er argumenten zijn om zo'n wet die de Holocaust-ontkenners straft, of dat houdbaar is. Nu, ik wil nog heel even kort uw historisch bewustzijn wat aanscherpen. Want ik denk dat de meesten van u wel gewonnen zijn voor de vrijheid van meningsuiting. We twitteren van alles, we zetten van alles op Facebook, daar zit veel rotzooi bij. Maar we zijn ervan afgestapt om mensen te vervolgen of lastig te doen of te beboeten omwille van het hebben van een andere mening dan de onze. Nochtans is dat in Europa lange tijd niet het geval geweest. We hebben ideeën gecensureerd, we hebben boeken verbrand, we hebben ketters op de brandstapel gezet, we hebben vrijdenkers in de gevangenis gestoken. Het is eigenlijk pas in de 17e en de 18e eeuw dat die vrijheid van meningsuiting wat voet aan de grond krijgt. Denkers als Spinoza hebben daar hun best voor gedaan, maar denk ook aan een persoon als Voltaire. En eigenlijk is het wachten op de Franse Revolutie, 1789, waar je een eerste soort mensenrechtenverklaring krijgt waar de vrijheid van meningsuiting politiek en juridisch wordt geformuleerd. Artikel 10 van die mensenrechtenverklaring luidt als volgt. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse. Ik wil niet twijfelen aan de kennis van uw Frans, maar ik zal toch voor de zekerheid eventjes vertalen. Niemand zal nog vervolgd worden of lastiggevallen worden omwille van een bepaalde opinie. En men voegt er veel betekenend aan toe, zelfs niet omwille van een religieuze opinie. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Voor zover die meningsuiting de publieke orde niet gaat verstoren. En daar kan je dan weer over discussiëren. Vanaf wanneer stoort een meningsuiting de publieke orde? Denk bijvoorbeeld aan een discussie over het naaktlopen.
of de discussie over het helemaal bedekt lopen, de burka-discussie. Maar het punt is daar toch gemaakt in 1789 dat je omwille van een overtuiging op zich niet meer vervolgd kunt worden. Maar na de Franse revolutie zijn we er nog niet helemaal, want u weet waarschijnlijk net als ik dat de guillotine nog een paar keer gevallen is op mensen die te veel gebruik maakten van die vrijheid van meningsuiting. En eigenlijk is het pas in de 19e eeuw, met bijvoorbeeld de Belgische grondwet 1831, waar de vrijheid van meningsuiting heel duidelijk in verankerd is. En dan later mensenrechtenteksten, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, 1948, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, 1950, waarin telkens de vrijheid van meningsuiting een belangrijke rol speelt. En toch, ondanks die evolutie en ondanks die teksten, blijven we discussiëren wat mag gezegd worden, wat mag niet gezegd worden. Vindt u dat we porno moeten kunnen verspreiden? Vindt u dat we racistisch materiaal moeten kunnen verspreiden? In België is dat strafbaar. Moet ik seksistische uitspraken van mensen bestraffen? Sommige mensen pleiten ervoor om de Koran te censureren. Anderen zeggen dan weer dat Mein Kampf van Hitler uit de boekhandel moet gehaald worden. En wat doen we met salafisten? Conservatieve moslims die van mening zijn dat de samenleving beter georganiseerd zou zijn op basis van islamitische regelgeving, sharia, en niet op basis van democratische uitgangspunten. Ik vind dat een lastige mening. Vanuit democratisch perspectief is dat een ambetante mening. Maar kunnen we die mening zomaar verbieden? Nu, om wat wegwijs te geraken in die discussie, om ons wat te oriënteren, haal ik er graag een van mijn favoriete filosofen bij, namelijk John Stuart Mill. John Stuart Mill die schrijft in 1859, ik moet erbij zeggen, geïnspireerd door zijn pas overleden vrouw, hij schrijft een boekje, On Liberty, ook in het Nederlands vertaald, over vrijheid. Nog altijd een zeer aangenaam boekje om te lezen, zowel inhoudelijk als stilistisch. En John Stuart Mill verdedigt in zijn boekje On Liberty een zeer brede opvatting van de vrijheid van meningsuiting. Hij stelt het volgende. Ook al zijn er een miljoen mensen die overtuigd zijn van mening A, als u, mevrouw, overtuigd bent van mening B, dan hebt u net zoveel recht om uw mening te verkondigen als die miljoen andere mensen. En Mill ontwikkelt een zeer eigen argument om die vrijheid van meningsuiting te beargumenteren. Hij zegt het volgende. Wie van u beweert, of is ervan overtuigd, of durft te zeggen dat hij 100% de waarheid in pacht heeft? Zijn we niet allemaal als mens feilbaar? Maken we niet allemaal fouten? En kunnen we niet leren van andere mensen? We weten allemaal 2 plus 2 is 4, maar het leven is complexer dan dat. Hè? Over heel wat politieke en ethische en levensbeschouwelijke thema's is het goed om duizend bloemen te laten bloeien en van elkaar te leren. En dus Mill zegt eigenlijk het volgende. Als jullie zouden beslissen om mijn mening te censureren, wie is er dan de klos? Niet zozeer ik, maar vooral jullie. Want jullie ontnemen jullie de mogelijkheid om iets van mij te leren. Je weet nooit dat Loobuik iets interessants te vertellen heeft. Dat is ook zelfs misschien interessant voor uw nageslacht. Vandaar dat u mijn mening moet, mijn vrijheid van meningsuiting moet respecteren, zegt Mill. So far, so good. Ik zie al een aantal mensen denken, ja, maar hoe zit dat dan met die holocaustontkenning? Daar kunnen we toch niet veel van leren? Wat moeten we doen met uitspraken waarvan we weten dat ze manifest fout zijn? En er zijn mensen die beweren dat de wereld ontstaan is 4004 voor Christus. Wat moeten we met zo'n opvattingen? Wel, Mill zegt, ook deze opvattingen moeten we vallen onder de vrijheid van meningsuiting en moeten we tolereren. Waarom? Hij zegt het volgende. De waarheid mag niet verstenen tot een dood dogma. Als we de waarheid levendig willen houden, dan is het goed dat er af en toe een zeer dissidente mening opduikt. En Mill suggereert, maak van de nood een deugd. Als er iemand plots komt vertellen dat het beter zou zijn om een samenleving te organiseren op basis van de sharia in plaats van op basis van de democratie, maak van de gelegenheid gebruik om uw democratische uitgangspunten nog eens goed in de etalage te zetten. Als er iemand beweert dat de soorten niet geëvolueerd zijn en dat de wereld ontstaan is 4004 voor Christus, maak van de gelegenheid gebruik om nog eens de inzichtelijkheid en de overtuigingskracht van de theorie van Darwin naar voren te schuiven. Mill zegt zelfs dat het beledigend karakter van bepaalde meningsuitingen geen argument kan zijn om te censureren. En ik denk dat Mill gelijk heeft. Omwille van de eenvoudige reden dat het zich gekwetst weten
door een bepaalde mening, dat is een veel te subjectieve aangelegenheid. Ik kan het u zo op een blaadje geven. Hè. Als we de vrijheid van meningsuiting laten bepalen door de mensen met de langste tenen, zullen we niet zo heel veel vrijheid van meningsuiting meer overhouden. Hè. Als er na het college op de universiteit een student met mij komt discussiëren en ze is wel bespraakt en ik voel dat ik het niet goed kan halen en ik zeg op een bepaald moment, oeh, maar nu heb je mij diep geraakt. Hè. Nu ben ik gekwetst, nu ga ik naar de rector of ga ik naar de rechter. Dat is natuurlijk geen manier van doen, hè. Dat begrijpt u. Hè. Dus Miel laat heel veel ruimte voor de vrijheid van meningsuiting. Is er dan geen enkele grens aan de vrijheid van meningsuiting? Miel trekt wel degelijk een grens. En dan maakt hij gebruik van het schadeprincipe. Miel had al eerder in zijn boekje het schadeprincipe geformuleerd. En dat schadeprincipe zegt, mensen moeten vrijgelaten worden, maar ze mogen van hun vrijheid geen gebruik maken om andere mensen te schaden. Dan mag je als overheid tussenkomen. Met andere woorden, ik mag draaien met mijn vuist tot aan het topje van uw neus, maar geen millimeter verder, anders kunt u mij aandragen voor slagen en verwondingen. Nu, net hetzelfde geldt voor vrijheid van meningsuiting, waarbij Miel benadrukt dat woorden op zich niet schadelijk kunnen zijn, want anders zit je met het geval van het gekwetst zijn, en dat is te subjectief. Maar wanneer je oproept tot schade, wanneer je oproept tot geweld, wanneer je oproept tot haat, dat valt niet meer onder de vrijheid van meningsuiting. En een iconisch moment om dat te illustreren is wat gebeurd is met Salman Rushdie. Salman Rushdie heeft een boek geschreven, De Duivelsverzen. En nogal wat moslims waren daar blijkbaar niet mee opgezet. Heel wat mensen hadden dat boek niet gelezen, maar ze hoorden van alles daarover waaien. Er komen opstanden. Maar je hoeft dat boek niet te lezen. Je mag dat boek negatief recenseren. Je mag kenbaar maken dat je dat een slecht boek vindt of dat er fouten in staan enzovoort. Maar wat niet mag, is natuurlijk oproepen om de auteur te gaan doden. En dat is exact wat er gebeurd is. In een fatwa heeft Ayatollah Khomeini van Iran een prijs gezet op het hoofd van de auteur van De Duivelsverzen. Een fatwa dat in 2016 nog eens herhaald is door de staatsmedia van Iran, waardoor het voor Salman Rushdie geen leven meer is natuurlijk. Dit valt duidelijk buiten de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. U mag van mening zijn dat homoseksualiteit zondig is, maar u mag niet oproepen om homo's lastig te vallen. Dus dit soort ideeën. U mag van mening zijn dat vrouwen zich moeten bedekken en dat de vrouwen die niet bedekt zijn, sletten zijn. Maar u mag niet oproepen om die zogenaamde sletten te gaan lastigvallen. Daar stopt het. De vrijheid van meningsuiting betekent ook niet dat je altijd en overal gelijk wat mag zeggen. Deze context bijvoorbeeld. Ik ben aan het woord en jullie moeten luisteren. En jullie doen dat vrij goed, hè, waarvoor mijn dank. Het verging aartsbisschop Leonard een aantal jaar geleden veel minder goed, hè, toen hij een lezing ging geven aan de Brusselse universiteit en daarom het spreken bemoeilijkt werd door een actiegroep Femen, hè, die nu het levert leuke plaatjes op natuurlijk, hè, maar het valt buiten de vrijheid van meningsuiting. U moet het absoluut niet eens zijn met Leonard. U mag daartegen argumenteren. U mag vragen stellen vanuit het publiek. U mag pamfletten schrijven daarover. Maar u mag die man zijn vrijheid van meningsuiting niet ontnemen. En een specifieke context waarin de vrijheid van meningsuiting ook sowieso beperkt is het onderwijs. Onderwijs dient om de voorlopige beste kennis aan jonge mensen door te geven. Nu, als je van mening bent dat de aarde ontstaan is 4004 voor Christus, dan mag u dat uittoeteren op de hoek van de straat, maar dan gaat u geen les geven, want creationisme is nonsens. Het behoort niet tot het pakket van de voorlopige beste kennis dat we aan mensen willen doorgeven. Dus u mag negationist zijn, u mag de Holocaust ontkennen, maar als geschiedenisleraar kom je er niet in. En ik wil tot slot nog even wijzen op een passage waar mensen die Miel gebruiken om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, vaak overlezen. Miel heeft het namelijk op een bepaald moment over de moraal van het publieke debat. Miel zegt, ondanks het feit dat er vrijheid van meningsuiting is, kunnen we best wel even goed nadenken over de manier waarop we ons in het debat gaan gooien. Bijvoorbeeld zegt hij, we moeten niet op de man spelen, maar op de bal. We moeten inhoudelijke argumenten hebben en niet de persoon verdacht maken met wie we het oneens zijn. Miel zegt, het is niet omdat we mogen schelden, dat we moeten schelden. En daar komen we op een interessante tweedeling uit tussen recht en moraal. De moraal van het publieke debat, wat Miel dus als iets wenselijk naar voren schuift, dat kunnen we niet juridisch afdwingen.
En ook het omgekeerde geldt. Wat ik soms immoreel vind, kan ik niet juridisch verbieden. Denk aan de situatie waar Barack Obama in zat een aantal jaar geleden. Toen een zekere Terry Jones, een predikant in de Verenigde Staten, het idee had opgevat om de verjaardag van 11 september te vieren met een Koranverbranding. Nu, Obama die heeft zich in het publieke debat gemengd, heeft gezegd, ik veroordeel deze actie, ik vind dat immoreel, ik vind dat respectloos. Bovendien kunnen er gevolgen zijn in Pakistan, Afghanistan en Libië, wat trouwens ook het geval is geweest na een paar acties van Terry Jones. Er zijn doden gevallen, maar Obama heeft moeten zeggen, ik ben wel een Amerikaan. En dus verdedig ik de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog, ik ga die Terry Jones zijn veiligheid garanderen zodanig dat hij kan doen wat hij denkt te moeten doen. Ook al vind ik het moreel en verderfelijk. Dus in conclusie, mogen we de Holocaust ontkennen? Volgens de Belgische wetgeving mag het niet, maar als we even de filosofische bril opzetten van John Stuart Mill, dan zouden we kunnen besluiten dat we een argument hebben gevonden dat zegt dat die Holocaust ontkennen, dat die wet die dat verbiedt, een oneigenlijke inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting. Mill zegt er wel bij, je mag niet oproepen tot een nieuwe Holocaust. En als je als geschiedenisleerkracht voor de klas staat en je verkondigt daar negationistisch gedachtegoed, dan verliest u uw job. En dat is maar goed ook. Ik dank u.